Thomas Rousseau, jullie hebben 2-3 verloren tegen Amerika. Het was een intense wedstrijd, hè? Ja, dat is waar. Ik denk dat we uiteindelijk, als je op voorhand weet dat we tegen Amerika, vijfde van de wereld, spelen. En als je dan ziet dat we daar toch 3-2 verliezen, maar dan toch zo'n match van maken, dan denk ik dat we wel zeker tevreden mogen zijn. Ook met dat er Sam en Stijn dan bijvoorbeeld, toch twee belangrijke spelers er niet bij waren, hebben we toch mooie dingen laten zien. Allee, we zijn die eerste set echt direct erin gevlogen en hebben we heel goed aangepakt. Heel goed gespeeld in complex 2, in opslag, blokverdediging. En direct laten zien dat we met veel energie er stonden. En dan, daarna was het een beetje afwisselend. Dan hebben we nog wel een goed niveau kunnen aanhouden. Zijn zij iets beter beginnen serveren en zo. Maar ik denk dat we dat super goed hebben opgelost met heel onze ploeg. Collectief heeft iedereen zijn steentje kunnen bijdragen. En hebben we uiteindelijk toch nog een vrij mooi resultaat tegen Amerika kunnen afleggen. Absoluut. En nu volgt Italië. Een speciale wedstrijd, een wedstrijd waar je extra naar uitkijkt misschien? Ja. Het is wel zo, ik kijk er wel naar uit omdat ik ook dit jaar in Italië heb gespeeld en toch wel verschillende mensen hier ken. En dat is toch altijd speciaal. Ik vind het heel leuk om hier te spelen in Italië sowieso. Het leeft hier super hard. Ja, zo'n match was speciaal, dat is een volle zaal sowieso. En als ze daar tegen weer een heel goed resultaat zouden kunnen neerzetten, dat zou gewoon fantastisch zijn. Dus dat gaat zeker iets speciaals zijn. Ja, Thomas, nog een laatste vraagje. Jullie kunnen hier ook de Rode Duivels volgen via televisie. Zondagavond staat de achtste finales op het programma tegen Hongarije. Wat denk je van die wedstrijd? Ik denk, als we hebben vertrouwen, we kunnen die match winnen. Ik denk, we kennen Hongaar allemaal. Wij weten, ze hebben goede spelers, maar wij hebben ook goede spelers. En we gaan kijken wat wij kunnen doen. En ik denk, Marc Willemots, hij gaat echt een goede opstelling zetten. En voilà, dan bekijken we. Dank u wel, Thomas.